Suriname en de Surinamers hebben recht op de waarheid. Surinamers hoeven geen genoegen te nemen met propaganda en valse geschiedschrijving. Laat me u een heel duidelijk voorbeeld geven van wat ik bedoel. Ik noem de gewapende illegale groeperingen die in Suriname de kop opstaken na het vredesakkoord van Kourou in mei 1989. Ons is voorgehouden en verteld dat dit zogenaamde spontane volksbewegingen waren die strijd leverden tegen de regering van Suriname. We hebben gekend de Tucayana Amazonas, de Angulas, de Mandelas en de Kofimakas. Ik kan u verzekeren dat dit groeperingen waren die mede georganiseerd en ondersteund werden door het Nationaal Leger onder leiding van toenmalig bevelhebber Desi Bouterse. Ik weet dat heel zeker uit eigen ervaring. En ieder die in die dagen bekend was met de situatie in ons bosland, wist en weet het ook. Maar men was bang en hield zijn mond. Laat ik u in het kort de gebeurtenissen rondom de Tucayanes Amazonas voorhouden. Zij bezetten eind augustus 1989 West-Suriname, met name Washabo Apura. Het Nationaal Leger liet zich zonder een kick te geven verdrijven. Op een gegeven ogenblik ontstaat er ruzie binnen de organisatie van de Tucayanas. Een groep Tucayanas onder leiding van Pico neemt Washabo in Apura over van de groep onder leiding van de commandanten Thomas, Matto en Frank Jong. Toen die afsplitsing onder leiding van Pico Washabo in Apura had overgenomen, kwam het Nationaal Leger wel in actie. Bevelhebber Bouterse zond luitenant-kolonel Linscheer met een detachement militairen van het Nationaal Leger vanuit Nikeri naar Washabo in Apura om de groep van Pico te verdrijven. Toen dit nieuws bekend werd op Washabo, hield Pico een dorpsvergadering in de Kruto Osso van Washabo. Hij vertelde de bevolking daar dat hij in de jaren daarvoor als soldaat van het Nationaal Leger veel duistere taken had moeten uitvoeren voor Bouterse. Pico zei daarbij duidelijk dat Bouterse er alles aan zou doen om hem te elimineren. Want hij wist gewoon te veel. Pico vluchtte naar Guyana. Hij werd daar gearresteerd en daarna uitgeleverd aan Suriname. Bouterse regelde het nu zo dat Pico en zijn metgezellen, zogenaamd voor een reconstructie, naar Washabo werden gevlogen. Daar werden ze opgewacht door de commandanten Thomas en Frank Jong van de Tucayanas, onder toeziend oog, maar verdekt opgesteld, van de soldaten van het Nationaal Leger. Pico en metgezellen werden vanuit het vliegtuig geboeid aan handen en voeten, rechtstreeks op een lichtblauwe vrachtwagen gegooid, afgevoerd en richting Blanche-Marie vallen, levend in stukken gezaagd met een motorkettingzaag. Dat is wat gebeurd is. En zo heeft de heer Desi Bouterse zich op een slimme of sluwe wijze bevrijd van Pico en gezellen, die hij niet langer nodig had, maar die nu een potentieel gevaar voor hem waren geworden. Bouterse zelf bleef buiten schot. Naar buiten toe leek het enkel op een afrekening tussen Tucayanas onderling. Als verantwoordelijk boslandpater kom ik reeds 46 jaar
regelmatig op Washabo en Apura. In die periode van de Tucayana's vroeg ik aan Frank Jong, de commandant van de Tucayana's voor Washabo en Apura, dat het wel bezwaarlijk was om steeds via Nikeri met een Okasiboto naar Washabo te komen. En wij vroegen hem of wij niet zoals vroeger via de weg, dus Mata Witagrong, naar Washabo mochten reizen. Toen antwoordde deze Tucayana-commandant, Frank Jonge, letterlijk: dan moet je een pasje gaan halen bij commandant Matto. Op mijn vraag hoe en waar ik commandant Matto kon contacten, zei hij me letterlijk dat commandant Matto kantoor hield in de Memre-Buku-kazerne van het Nationaal Leger van Suriname. Ja, inderdaad. De gewapende illegale groepering Tucayana Amazonas, die tegen de wettig gekozen regering van Suriname vocht en een groot deel van het Surinaams grondgebied bezet hield, dezelfde Tucayana Amazonas had een kantoor in de hoofdkazerne van het Nationaal Leger van de Republiek Suriname, de Memre-Buku-kazerne. Laat dit goed tot u doordringen. In een geordend en zichzelf respecterend land zou men dit landverraad noemen. Inderdaad, niet alleen volksverlakkerij, maar landverraad. Let wel, ik zeg hier niet dat de heer Desi de Lano Boudersen een landverrader is, maar ik zeg wel dat deze handelingen en daden van de heer Boudersen in een geordend en zichzelf respecterend land zonder meer landverraad genoemd zouden worden. Want landverraad was het. Willens en wetens de soevereiniteit en de integriteit van het Surinaams grondgebied schenden en verkwanselen voor persoonlijk voordeel. Hoe is het mogelijk dat dit ongestraft kon gebeuren? Hoe is het mogelijk dat, ook nadat ik deze geschiedenis in meer details meerdere keren wereldkundig heb gemaakt tijdens persconferenties en artikelen in de ware tijd, en het parlement, journalisten en de regering heb gevraagd om te onderzoeken of deze zware beschuldigingen juist of onjuist zijn, er geen reactie op gevolgd is. Men reageerde niet, alsof men hoopte dat de zaak vanzelf in de doofpot zou verdwijnen, dat alles op de oude manier verder kon gaan. Ik herhaal hier vandaag mijn oproep aan de minister van Justitie en Politie, aan de voorzitter van de Nationale Assemblée en aan verantwoordelijke journalisten om te onderzoeken of wat ik hier vanavond gezegd heb over de Tucayana Amazonas, over de rol van het Nationaal Leger en van de heer Boudersen, of dat juist is of niet juist is. En als het juist is, moet men zijn conclusies trekken. Als het niet juist is, zal ik mijn excuses aanbieden. Er is een verklaring voor deze cultuur van straffeloosheid. Geen rechtvaardiging, maar wel een verklaring. De Bijbelse visie van waarheid en gerechtigheid is door de machthebbers rondom de heer Boudersen weggedaan en vervangen door de filosofie van next no fault. Next no fault. Een zeer machtig propagandamiddel. Dat is het zeker. Maar het is een gruwel in Gods ogen. Het vloekt met de Bijbelse opvatting van waarheid en gerechtigheid. En het vloekt met ons nationale volkslied dat zegt: recht en waarheid maken vrij. De filosofie van next no fault bederft en corrompeert al tientallen jaren onze moraal
en geestelijke gezondheid. Waarom? Wat is hier feitelijk aan de hand? Letterlijk betekent niks nog fout. Er is niets dat niet fout is. Dubbel ontkenning. Dus alles is fout. Maar de populaire betekenis die de NDP eraan heeft gegeven en die ze propageert, is een hele andere uitleg. Namelijk, doe niet moeilijk. Alles kan, alles mag. Je kunt overal mee wegkomen, straffeloos, als je maar handig bent. Niks nog fout. Alles mag, alles kan. In het Suriname van vandaag, in de huidige politieke situatie, is niks nog fout, als het ware, de nieuwe grondwet van de regering en het parlement van Suriname. Het weegt zwaarder dan de grondwet die we in 1987 per referendum hebben goedgekeurd. Het bewijs van deze stelling hebt u alle gezien in de behandeling van de amnestiewet, waarbij de hoofdverdachte van het 8 december strafproces buitenschot moest blijven. De voorzitter van de Nationale Assemblee en haar partijgenoten en sympathisanten hebben gekozen voor de filosofie niks nog fout. Ze hebben de geschreven Surinaamse grondwet ondergeschikt gemaakt. Onze politieke leiders, ja ieder van ons, moet een keuze maken tussen waarheid en misleiding.